De netto winst, 2 miljard 24 miljoen, daar zijn we geëindigd. En in de grafiek zien we het verloop van de laatste 4 jaar. Dan zie je ook dat we eigenlijk de laatste 4 jaar al een stabiel resultaat hebben behaald van rond die 2 miljard. Dit jaar is wat dat betreft een bijzonder jaar, want er zijn ook een aantal incidentele posten die dat resultaat aanzienlijk gedrukt hebben. Het totale inkomen van de bank, dat ging naar beneden met zo'n 1,5%, bijna 13 miljard. Wat we hier zien is dat dalende renteinkomsten bijna gecompenseerd worden door een stijging van de andere inkomstencomponenten. We hebben duidelijk de wind in de rug van de economische situatie. Daar gaan we ook straks nog nader op in. Maar dat leidt in ieder geval tot een verlaging van de kredietverliezen van 700 miljoen ten opzichte van 2015. Nou, tellen we al deze getallen op, dan komen we op een bruto resultaat. Dus resultaat voor belasting van 2,7 miljard. Trekken we de belastingdruk ervan af, de belasting die we betalen, dan eindigt dat op het bedrag van 2 miljard.